Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is verdrietig, want hij heeft buikpijn. Het is al de hele nacht buikpijn. Ik heb net Sam en Liam op schooltje afgegooid. Ik moet even gauw naar de winkel voor een aantal dingetjes te halen. En dan gaan we naar huis. En dan moet ik om 11:30 weer Sam op gaan halen en om 12:00 Liam. Ik ben podcast aan het luisteren. En ik bedacht me ineens, goh, luisteren jullie eigenlijk wel podcasts? Vroeg mij echt oprecht af. En wat voor een podcast als jullie dat luisteren? Wat voor een podcast luisteren jullie dan? Ik luister heel regelmatig podcasts. Als ik bijvoorbeeld met dingen bezig ben. Opruimen of gewoon lekker in mijn uppie naar de winkel gaan. Of wat dan ook, zeg ik podcastje op. In dit geval was ik met Jordi even naar de winkel nog. En ja, zet ik een podcastje op. Vaak is het True Crime dat ik luister. Maar er zijn ook wel een aantal Nederlandse podcasts die ik luister. Zoals Maandag Klaagdag luister ik. De Grote Vooroordelen Show van Geraldine Kemper en... Oh god, hoe heet ze toch? Gwen van Poorten. Zo zijn er nog wel een aantal meer hoor. Maar als jullie dat doen, laat ze even weten. Misschien dat ik podcasts ertussen zie zitten die ik nog niet geluisterd heb. Trouwens, nu luister ik naar De Vermoorde Onschuld. En dat zijn twee podcastmakers. En die hebben het echt over true crime. En dat is eigenlijk best wel mooi om te horen hoe dat... Ja, mooi om te horen. Het is natuurlijk verschrikkelijk, want er wordt een misdaad ingepleegd of et cetera. Maar gewoon... hoe dat mensen erover denken, et cetera. Ik vind dat altijd wel mooi om te horen. We hebben twee leden van de Bambix-bende hebben we opgehaald. En eentje ligt nu op bed en de ander ligt hier nu op de bank. En de reden dat ik er zo uitzie is hierom. Want... ik lig zo. Hey Liam. En dan doet hij dit aan mijn haren friemelen. Hé, hey, net deed hij dat wel. Net mocht mama dat. Zo mama knuffelen. Ja, mama knuffelen. Hai. Ik ben even het kastje aan het luisteren. Liam slaapt. En Jordi is wakker. Ik heb trouwens het vermoeden dat Jordi de 5e, de 6e of de 100e ziekte heeft. Weet je wel, zo'n kinderziekte. Dus dat. En ondertussen ben ik aan het kokerellen, snijbonen, gekookte aardappels. Dan wordt dadelijk zo'n prutje. En dan heb ik hier gehakt en champignons. En dan komt daar een uitje nog bij. En dan doe ik er deze op. En dan heb ik de jachtschotel zoals mijn moeder die vroeger maakte. Alleen mijn moeder deed er geen snijbonen in. Dat doe ik wel. Dus dat. Makkelijk recept. Heb ik al iets eerder gedaan op mijn, in een van mijn vlogs. Dus dat. Dus ja, dan kan ik het als ovenschotel maken. En dan hoef ik het straks alleen maar de oven in te schuiven. Ga ik weer verder mijn podcastje luisteren. Niels is thuis. Kindjes, die hebben ook gegeten in zoverre. We hebben met z'n allen gegeten. Ja, dat sowieso. Maar ik had nog iets niet benoemd in de vlog. Wat dan? 10-2-2006. Dan zijn we 17 jaar samen. Yep. Hoe hou je het vol? Ja, dat weet ik ook niet. Dat vraag ik mij ook elke dag opnieuw af. Dus dat. Daar ga ik eentje lekker naar bed. Maar wel geheel vrijwillig, dus het is de eigen schuld als het niet bevalt. Ja, ergens wel hè. Maar ik kom nou ook niet meer van je af nou we kinderen hebben. Nee. Nee, daar had ik al 5-6 jaar eerder over na moeten denken. Ja. Maar goed, de kindjes gaan dadelijk een keer naar bed en dan ruimen we op. En is het tijd voor bankzaken, beleggingen en dingen. Gewoon niks. Een hele goede morgen. De kindjes zijn allemaal wakker. Sam ook.
Ja, ik ben vannacht met Sam een hele tijd wakker geweest. Ik heb het 4 uur zien worden. Dus ja, jee. Dus ik zei tegen ons, ik ga even douchen. Even mijn spiertjes losmaken, want die vinden mij momenteel niet zo lief. Nope. Dus, maar ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag voornamelijk hier gewoon opruimen. Zorgen dat dingen gewoon klaar zijn. En om 3 uur gaat de Bambix Bende en papa naar de kapper. Yay! Kunnen ze er weer fatsoenlijk uitzien, want dat baardje van Niels, dat ziet er niet meer uit. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Toch, Niels? Ja. Hij heeft een kattensnor. Maar daar wordt vandaag iets aan gedaan. Dus, dus ja, dat gaan we doen. Moet ook nog naar de winkel. Dus we gaan kijken hoe het allemaal loopt. Ik heb Niels en Liam even weggestuurd. Ik moest een aantal dingetjes nog hebben. En ik zei tegen Niels, ga jij die malen? Want dat is jouw werk. Zoals blikjes, ijsthee, dat soort dingen. Ik heb wel boodschappen gedaan. En deze grote vent, die heeft denk ik de 5e ziekte. Vijfde ziekte, dus kinderziekte. Ja. Kan ook de 6e ziekte zijn hoor. Maar hij krijgt steeds meer uitslag. Dus dat... Ja. Wat? Ja, hè? Ja. Over een uurtje moeten ze naar de kapper toe. Dus dan gaan we zien hoe het loopt. Maar hij heeft echt steeds meer uitslag. Ik kan het niet echt goed filmen. Ik heb het wel al geprobeerd. Maar je ziet het niet goed genoeg, zeg maar. En hij laat het ook niet toe. Dus, maar het is, hij heeft in ieder geval allemaal uitslag. En op de foto, zeg maar, lijkt het op dat, zeg maar, de 5e of de 6e ziekte. Kan gebeuren. Het is zoals het is. En toen zijn we naar de kapper geweest. Niels is daar nu nog. Ik ben heel even bezig. Zodat er in ieder geval wat dingetjes geregeld zijn. Dus dat ga ik eerst even doen. En laat ik dadelijk het resultaat zien. Liam is gewoon geknipt zoals altijd, hè? Lekker een knap stukje van me. Lekker een goed koppie. Hierachter allemaal gewoon netjes. Dus zo ziet Liam eruit. En Sammy heeft hetzelfde. Ook gewoon lekker kort, hè. Die moet niet meedraaien. Zo. Die is ook weer lekker kort. En Jordi heb ik hem achter iets korter laten maken. Omdat hij die kale plek natuurlijk heeft. En hier iets langer. En daar als Niels thuis is, gaan ze lekker in bad. En Niels zijn bad doen. En ja, dan ga ik daar aan het eten beginnen. En nou ja, jullie weten hoe het werkt. Dus dat gaan we dan doen. En ik moet de keuken opruimen, want het is een groot persbende. Ik heb gisteravond niet veel meer gedaan. Dus ja, moet wel gebeuren. Zal ik jullie eens wat vertellen? De kindjes liggen in hun nest. Oh yes. Niels heeft straks gedoucht. Toen hebben we gegeten. Je hebt
twee kinderen dus. Oh ja. Ik vannacht weinig slapen, dus ik vergeet wel eens wat dingen. Nu ga ik eventjes salades maken. Kipkerriesalade, tonijnsalade en zalmsalade. En dat is gewoon heel simpel, wat ik altijd doe. En dan gaan we Niels' hand opruimen, maar ik ga dan meehelpen opruimen. Even stofzuigen, dweilen en dan zijn we weer klaar voor zondag. Ik weet niet wat ik allemaal nog haal vanavond, omdat ik echt moe ben. Bij deze, vanavond ga ik niet vloggen. Ik ben gewoon veel te moe. Dus dat. Goedemorgen. Er is hier van alles gaande. We hebben voor Jordi de huisartsenpost gebeld, omdat hij met zijn uitslag steeds erger en erger wordt. En ik het niet zeker weet of het de 5e, de 6e of de 100ste ziekte is, of gewoon uitslag van zijn antibioticum. Dus daar heb ik de huisartsenpost voor gebeld. Ik heb foto's gestuurd, et cetera. Dus daar hoor ik nog meer van. Dan is onze Liam aan het klussen. Dat is meneer Klus vandaag. En Sam die zit hier lekker een videootje kijken. En Jordi die moet even drinken. Ja, hij is meneer Snot. Standaard. Maar Liam is lekker aan het klussen. Liam, wat ben je aan het maken? Wat ben je aan het maken? Ja? Hoe moet je helpen? Ja? Beetje groot, hè? Jordi zit dus helemaal onder de uitslag en we weten gewoon even niet waar het vandaan komt. Dus vandaag, we horen er nog van, we hebben een uitslag. Ze denken dat het niet de 5e of de 6e ziekte is, maar dat het pas een antibioticum is. Dus ik ga morgen de kinderarts bellen. Helpen? Is het weer een dingetje? Nee, het is een kazijntje. Het is een broodje. Papa? Nom, 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 nom. Dit is dus wat Jordi normaal altijd doet. Misschien dat we hem toch maar door de helft moeten doen. Ja, en dan eet hij wel. Sammy zit ook lekker te happen. Liam ook. En papa ook. En de reden dat ze een filmpje hebben is dat we nou op dit moment eventjes klaar zijn met huilen. Dus alleen maar huilen, huilen, huilen vanochtend. Zijn we even klaar mee. Jordi is met Niels naar de huisartsenpost. Hij kon straks zijn ogen niet meer open houden. Dat heeft hij nooit in die zin. Alleen als er iets aan de hand is. Zijn huid ziet er echt gewoon slecht uit. Het is gewoon echt niet goed. Ik heb ook gezegd van mijn part dat ze een kinderarts raadplegen. En dat hij even gauw meekijkt. Maak mij geen flauwsaus. Maar als mijn moedergevoel zegt... Dan is het Dus dan klopt er iets niet. Ik heb ook tegen Niels gezegd, laat je niet zomaar wegsturen, want dit is niet goed. Dus we gaan het zien. Ik ben het gebeld door Niels. En Jordi zou niet allergisch zijn voor de antibiotica. Hij heeft de klassieke tekenen van roodvonk. Ik kan je eerlijk vertellen... Ik ben blij dat ik een eigenwijze tuttehola ben. En dat ik dan zeg van, luister, ik wil dat hij bekeken wordt. Dat doe ik met alle drie mijn kinderen hoor, daar niet van. Maar daar ben ik blij mee. Ik ben ondertussen ook eten aan het koken. We eten kippenworstjes met aardappels en rode kool. Dat is niet heel bijzonder. Dus ja, we gaan het afwachten. Ik zeg jullie wel, en dit meen ik even oprecht, ik weet niet of dat ik binnenkort eventjes pauze ga nemen van het vloggen. Dat is
Dus misschien dat ik 2 weken of 3 weken of wat dan ook eventjes pauze ga nemen. En toen was ik vergeten de vlog te sluiten. Wij zijn de hele avond met Jordi bezig geweest. Dus ja, dat. Hij is nog steeds heel lekker, dus ga maar weer gauw verder. Zijn zijn voetjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.